Leidt. Ja. Uh, Sharia is natuurlijk een Arabisch woord. Ja. De Arabieren waren uh, woestijnmensen ja. van oorsprong. Uh, ik zie daar een associatie, want ik zou dan zeggen: uh, een waterbron is natuurlijk een van de meest waardevolle dingen die je kunt hebben in zo'n gebied. Sterker nog, het is een bron van het leven. Het is een bron van het leven. Dus, ja. dan, dus dan zou de Sharia zou dan de weg zijn naar het meest nuttige. Wat er is ja, in dat gebied. Van meer het spirituele leven. Ja. Jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala. Want je bent als mens niet alleen maar een lichaam. die natuurlijk uh, vooral uit water bestaat. en daardoor ook water nodig heeft. maar je bent ook nog een ziel. Iets wat van Allah afkomstig is. En je hebt leiding nodig. je hebt de richtlijnen nodig. je hebt kaders. ook wel de ethische kaders gemoemd, nodig. om een goed leven te leiden. Dus voor je lichaam heb je de sharia. de letterlijke sharia. de. Het ja. pad naar, het, ja. naar, naar een waterbron. Ja. En voor je ziel heb ja. je, voor je lichaam, voor je geest, heb je eigenlijk de Sharia: dat is het, het pad naar Allah van het Haar.